Wat belangrijk is, is dat je moet gaan begrijpen wanneer je praat over verbinding en verbonden zijn, dan praat je over spiritualiteit. Want alleen een geest kan je verbinden. Ik ga je een voorbeeld geven. Robin Raveles, Dobro, heeft een gedicht geschreven en Sombra heeft dat gedicht vertolkt. Maar het komt erop neer, Sranang, Minangayuna Wang, Sranang, Yusheng, Namisheng. Dus wanneer Suriname te schande wordt gezet, is het niet één persoon, maar dat zijn het alle Sranamangs. Begin je te begrijpen waar ik ga? Ik wil u uitleggen dat als je Suriname bent en je wil focussen op Nederland, ben je nog niet in je hart en nieren verbonden. Heb je nog geen openbaring in je hart dat je verbonden bent met Suriname. Want we hebben genoeg mensen rondlopen hier in dit land die een Surinaams paspoort hebben, in Suriname geboren zijn en beweren dat ze verbonden zijn met Suriname, maar een Nederlands agenda hebben. Terwijl ik genoeg Nederlandse Surinamers ken, die misschien niet eens hier geboren zijn, maar zich meer verbonden voelen met jouw eigen land dan jou als Surinamer. Zolang je niet beseft wat het betekent om in verbinding te zijn met iets of met een organisatie of met een land, is het heel moeilijk om van het land te houden. Als we allemaal zouden gaan inzien, ook die oppositie, die coalitie, dat we Surinamers zijn en dat we door dit land met elkaar in verbinding staan. We zijn verbonden met elkaar. En als we per definitie zullen gaan verstaan dat verbonden zijn met elkaar betekent dat de een focus op de andere, dat de andere het beter zal hebben dan hem. Zoals Jezus focus op de gemeente en zijn bloed heeft laten vloeien voor die gemeente en tot nu toe bezig is. Wanneer wij praten over verbondenheid, is er altijd een geest aanwezig. Er is altijd een geest aanwezig. Vandaar dat ik kan zeggen, verbondenheid kan je zien als synoniem voor spiritualiteit. Wanneer mensen afscheid nemen daar bij de begrafenis of bij de dido of zo. Wij begrijpen als geestelijke leider wat er gaande is. Sommige vrouwen trouwen nooit meer, sommige mannen trouwen nooit meer. Omdat ze dat gat niet kunnen vullen meer. De leegte niet meer kunnen vullen. Amen. Daarom, een van de grootste leegte die je altijd zal hebben, is wanneer er geen moeder meer is. Want die verbondenheid tussen moeder en kinderen is enorm. Verbinding maakt dat je je volledig wil inzetten. Verbinding maakt dat je bereid bent om dingen te doen die je normaliter niet zou doen. Wanneer er een oproep wordt gedaan, dan zet je je volledig in voor dat ding. Waarom zie je dat mensen niet succesvol zijn in hun werk, in hun organisatie? Omdat ze zich niet verbonden voelen met die organisatie. Dat is wat gebeurt in Suriname. Heel wat mensen die daar zitten in het ambtenarenapparaat, zijn net als Forudotis. De Soigi. Maar de Neji next terug. Zeven even spookambtenaren. De Soigi alles aan van Kondre. Heel wat politici zijn net als parasieten en Forudoti. Maar ja, wat moet je van Kuparis? De Soigi Akondre Legi. En ze kunnen niet helpen hoor. Ze zijn niet verbonden met het land. Ze zijn niet in spirit met het land. Geestelijk verbonden met het land. Ze zijn dat niet. En dat is zo triest, ja. Niet iedereen gaat van een ieder houden. Maar we moeten boven dat gaan stappen. We moeten gaan kijken naar de big picture. Thank you as my Yusheng.
Na misheng. Thank you once more. You sheng. Na misheng. Wan minanga yuna wang. Wanneer dit tot ons gaat doordringen, dan gaan we geen dingen doen waarbij Schengen komt tevoorschijn. Als de gemeentesleden rotzooi uithalen naar Misheng, naar een Shenji apostel, heeft mij al rotzooi uit naar Shenji Walamala. Yusheng naar Misheng en Misheng naar Yusheng. Want we zijn met elkaar verbonden. Als land en volk in Suriname, als het niet goed gaat met Suriname, dus heeft Gado Gia genade, via Abi Wagi, via Abi Moni, via Abi Osso, geef terug aan anderen. Verlicht, verlicht Hashem Tien, zo tenminste. Was bij Jeremie. Amen. Amen. En ik weet dat sommige mensen zeiden, Luca prediking, maar ik heb hard gestudeerd voor het. Ik heb ook gepinaard een tijdje. U weet niet, apostel, hoe ik hier ben gekomen. Naar genade. If God no one fee abi, we can do say one in abi. Allah is salam aan kopje aan. Op wie moet u voor gefocust zijn? Dat heb je kom hier. Op Suriname. De stay you born kan dat ik weer uit je wagi. Ben je verbonden? Je bent een egoïst. En misschien ben je bezig die kupari mentaliteit bezig te ontwikkelen. Apostels, wat wil je ons zeggen? Laten we elkaar lief hebben. Wat wil je ons zeggen? Laten we elkaar respecteren. Wat wil je ons zeggen? Laten we meer gefocust zijn op anderen dan op onszelf. Wat wil je ons zeggen? Tegen jou ook een apprezie? Nee, doe ik naar jou one day in apprezie. Want alle afdelingen die met jou verbonden. Apostel zei, want tegen jou. En jouw afdeling moest dat beste afdeling. Maar zorg goed dat je leven een bijdrage dat alles maar ook toe kan komen op een level PUD. Apostel, wat wil je mij zeggen? If you naar een vrouw de you equal look to in een hora vrouw bakka, in teken mee, want je bent verbonden met haar. Apostel, wat wil je me zeggen? Als u christen bent en u één bent met Jezus, ben je ook één met de gemeente. Dan moet je ook doen wat Christus heeft gedaan voor de gemeente. Hij heeft zijn leven overgegeven aan die gemeente. Dus ik wil u vragen deze dagen. Waar u een extra mijl kan gaan, ga een extra mijl. Waar u anderen kan helpen, helpen anderen. Waar u een positieve bijdrage kan leveren in uw organisatie. Net als ik niet doe, want Abbas bij Jasmine. Wel, vergeef. Laat los.